Wat is La Resolu? Hotel en Kookschool Opendag. En Nieuwe Barbiepop. Goedenavond jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten jeugdjournaal. De openingsceremonie van de Olympische Spelen had vorige week vrijdag plaatsgevonden. Daarbij hoorde een maritieme parade in de Seine, een rivier in Parijs. Maar ook in Suriname hadden wij een parade op de Suriname rivier. Daarvoor was de Franse marine met hun boot La Resolu bij ons op bezoek. Maar wat voor boot is La Resolu eigenlijk? La Resolu is een licht patrouillevaartuig van de Franse marine die normaal de kust van Frans-Guyana bewaakt. Het is in staat om boten snel en in ondiep water te lanceren om maritieme bewakingsmissies uit te voeren, illegale handel te bestrijden en vervuiling op zee tegen te gaan. So the main mission of this ship is to protect the French water from during rocket launching in Kourou, and then we control illegal fishing boats, so Brazil ship or Suriname ship, when they are fishing in French waters. De boot is 61 meter lang en 9,5 meter breed. Het weegt 700 ton en kan met een snelheid van bijna 40 km per uur over het water varen. Daarnaast heeft het ook kleinere boten aan boord die het kan uitsturen voor verschillende missies. So the ship is running with 25 people on board. The crew is 25 people, but we can welcome sometimes more people to visit the ship or as a reinforcement for fishing operations, for example. Een van die missies was het bewaken van de Ariane 6 lancering in Frans-Guyana. A few days ago, there was the first rocket launching from Ariane 6. We were at the sea for the protection of the French water. It was a success for the French company and also for the army for the protection. La Resolu is ondertussen al terug naar Frans-Guyana om daar zijn werkzaamheden weer op te pakken. De vuilophaal is nog niet genormaliseerd omdat de vuilophalers nog niet betaald zijn. Hierdoor hoopt afval zich op in de straten, wat leidt tot onhygiënische omstandigheden. OW-minister Riyad Noor Mohammed zegt dat de vuilophaal vanaf maandag 29 juli weer normaal zal verlopen. De regering zegt vervolgens dat de eerdere berichtgeving dat de vuilophaal afgelopen donderdag zou hervatten niet waar is. De politie heeft in het binnenland meerdere operaties uitgevoerd om de veiligheid te verbeteren na een reeks gewelddadige overvallen. Korpschef Brian Isaac meldde tijdens een persconferentie dat wapens in beslag zijn genomen en enkele personen zijn gearresteerd. Er zijn teams naar risicogebieden gestuurd om verder onderzoek te doen en de daders op te sporen. Dit omdat er onlangs een grote overval was in Villa Brasil Sipaliwini die leidde tot een schietpartij. Er wordt zware regenval en wateroverlast verwacht in Suriname, zowel aan de kust als in het binnenland. Het Nationaal Meteorologisch Centrum waarschuwt voor onweer en windstoten, wat de kans op wateroverlast vergroot. Vooral maandagmiddag tot de vooravond worden hevige buien verwacht. Er wordt geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen tegen mogelijke schade. Nicolas Maduro is opnieuw gekozen als president van Venezuela met 51,21% van de stemmen. Zijn tegenstander Edmundo González Urrutia kreeg 44,2%. De bekendmaking van de uitslag was 6 uur vertraagd, wat veel mensen bezorgd maakte. Met 80% van de stemmen geteld, heeft Maduro meer dan 5 miljoen stemmen gekregen. Maduro blijft nu nog 6 jaar president, wat een grote tegenslag is voor de oppositie die verandering hoopte. SHTTC is de Engelse afkorting voor het Suriname Gasvrijheid Toerisme en Trainingscentrum. Het is de school waar je zal leren dat jouw natuurlijke gasvrijheid en de vriendelijkheid waarmee je bent geboren zeer waardevol zijn voor alles van de keukens in de restaurants tot de managers van hotels en de hoofdsteward in het vliegtuig. Vorige week had de school een open dag. Dat is een dag waar iedereen welkom is om informatie te halen over wat de school te bieden heeft. We hebben dus de MBO-opleidingen.
Dat is dus de hotelschool en de toerismeschool. En dan hebben we de culinaire opleidingen. Dat is dus de koksopleiding en de brood- en banketopleiding. Bij al onze opleidingen, het zijn dus mbo-opleidingen, mbo-niveau, heb je dus VOJ-niveau nodig. Dat wil zeggen dus MULO of SMO of LBOC. En natuurlijk leeftijd van 16 jaar minimaal. Je leert veel meer dan alleen praktijk. We hebben ook wel vakken als ondersteunende vakken, als Engels, Nederlands, rekenen. Ook wel sociale vaardigheden, want er zijn een aantal dingen wat mee kan kijken met koken. Want je gaat niet patsboom in een keuken stappen en koken. Toch? Er zijn hygiëneregels, veiligheidsregels. Dus al die dingen krijgen wij, geven wij onze studenten ook wel mee. Los van praktijk. Want de studenten worden dus eigenlijk klaargestoomd en de studenten lopen stage. Waarbij ze dus stage lopen in bepaalde of bekende restaurants, maar ook hotels. Wat er dus vaak genoeg gebeurt is dat onze studenten gelijk een aanbod krijgen om daar te werken. En in de toekomst kunnen zij dus gaan kijken om zelf iets een onderneming op te starten. De school geeft de mogelijkheid om dromen waar te maken. Omdat ik later mijn eigen hotel zou willen opzetten. Omdat ik het leuk vind om met mensen om te gaan. Als hotelstudent maak je wel veel uitstapjes. We moesten vaak voor opdrachten naar hotels gaan, voor interviews. Ja. En ook waar ook tours gaan, dus van bepaalde van bepaalde hotels en hoe alles zo een beetje werkt en zo. Dat vind ik wel leuk. Dus vandaar dat ik dan wat voor hotel heb gekozen. Ik ben iemand, ik hou van reizen. Ik wil graag naar Parijs, dus ik wil even weten. Ik wil naar andere landen gaan. Ik wil graag stewardess worden, dus ik moet voor dingen kiezen. Toerisme. Dus via toerisme kan ik een mbo-diploma halen. En dan ga ik eerst beginnen met grondstewardess. En daarna ga ik via lucht, want ik wil vliegen. Voor lucht weet ik dat je gaat vliegen. Maar voor grond weet ik niet wat je gaat doen. Misschien ga je mensen inchecken, ben niet zeker hoor. Maar ik ga nog informatie zoeken. Natuurlijk heb je geen open dag nodig om informatie te halen. Het is alleen maar leuker, omdat er dan ook hapjes zijn. Maar je kan natuurlijk altijd bij SHTTC, mocht je interesse hebben of al weet dat jij wil gaan vliegen. Nederlands, Engels en Duits. Dit zijn enkele talen die worden gesproken op de wereld. Er zijn verschillende talen. Hoeveel dat precies zijn, weten we niet. Maar dat er veel zijn, weten we wel. Hoe komen we aan al die talen? Wetenschappers hebben ontdekt dat er wereldwijd ongeveer 7000 verschillende talen zijn. Daartussen zitten ook nog een heleboel die nog niet zo bekend zijn. Maar hoe ontstaan ze eigenlijk? Duizenden jaren geleden leefden mensen in groepen die weinig met elkaar in contact stonden. Om met elkaar te praten bedachten ze allemaal hun eigen klanken. Die klanken werden later woorden en zinnen. Na verloop van tijd werden die woorden en zinnen zo anders dat verschillende groepen hun eigen taal gingen spreken. De meeste zijn al heel oud. En soms spreken mensen in hetzelfde land verschillende talen, doordat de landsgrenzen pas later zijn vastgesteld. Een bijzonder voorbeeld van veel talen bij elkaar is Papua-Nieuw-Guinea. Daar worden er maar liefst 830 gesproken, waardoor het land is met de meeste talen ter wereld. Ondanks al die verschillen zijn er ook talen die door veel mensen over de hele wereld worden gesproken. Engels bijvoorbeeld is een officiële taal in meer dan 60 landen. En ook Arabisch en Spaans hoor je in veel verschillende landen. In ons land worden er ook veel talen gesproken. En dat komt door de verschillende bevolkingsgroepen die er zijn. Veel van ons spreken zelfs meerdere. Tijdens de slavernij zijn talen ook gaan mengen en is het Sranantongo ontstaan. Dit gebeurde uit nood om met elkaar te kunnen praten zonder dat bijvoorbeeld de plantage-eigenaar het kon verstaan. Het is dus heel bijzonder hoe mensen overal ter wereld met elkaar kunnen communiceren, ondanks de vele verschillende talen die er zijn. Hoeveel ken jij er? We kennen inmiddels de Barbie-poppen en wie weet heb jij er ook één thuis liggen, waarmee je vaak speelt. De fabrikant van Barbie is van mening dat kinderen zichzelf moeten kunnen terugzien in de Barbie-poppen en heeft al eerder poppen die een beperking vertoonden gemaakt. Zo hebben ze pas nog een blinde Barbie-pop uitgebracht. De Barbie-fabrikant Mattel heeft een blinde pop gepresenteerd. De Barbie heeft een blinde stok en draagt een speciale bril.
Het bedrijf hoopt dat kinderen hierdoor hun blindheid iets beter kunnen accepteren. De ogen van de Barbie zijn iets meer naar boven en buiten gericht. Verder hebben de kleren een andere samenstelling dan die van andere poppen. Daarnaast bevatten de verpakkingen teksten in braille, zodat mensen met een visuele beperking ze kunnen lezen. Mattel heeft vorig jaar al een aparte Barbie-lijn op de markt gebracht. Zo is er een Barbie met het syndroom van Down, eentje in een rolstoel, een pop met een gehoorapparaat en één met een huidaandoening. Zo, dat was het voor vanavond, jongens en meisjes. Hopelijk hebben jullie genoten en ik zie jullie morgen weer. Slapen jullie lekker!